Ik heb anderhalf uur gezeten. Tuur heeft anderhalf uur met Pip gespeeld. En ik heb voor mezelf bij Glassy een... Dit is zo goed. Goedemorgen, Pippa. Gaan wij weer pannenkoeken eten vandaag? Pip, gaan wij lekker eten hier zo? High five, Lies. Lekker zonnetje schijnt weer. Straks gaan we spelen in het park. Nu even lekker rustig eten. Wauw, Pippi, kijk dan die pancakes en dat lekkere eten. En jouw eitje, kijk eens. Wauw. Lekker, Pip. Waar moet je beginnen? Waar moet je nou beginnen met eten? Dan kijk voor papa's mooie trui, hè? Met kleine kinderen, dan kan ik je McCarran Park in Brooklyn aanraden. We hebben hier net een uurtje gezeten, denk ik. De zon hielp. Oh ja, ik heb gezeten. Ik heb anderhalf uur gezeten. Tuur heeft anderhalf uur met Pip gespeeld. Dat is echt leuk. En Pip zit nu weer in de kinderwagen dankzij Nijntje. Hè, Pip? Ja, en hier hebben ze dus ook een super groot zwembad, dat is nu gesloten. Als je in de zomer hier bent. Ja. Als je in de zomer hier bent. En dan zie je, naast het zwembad zit ook een atletiekbaan waar je gratis op kunt. Dus je gaat er, en een voetbalveld. En een basketbalveld. Echt fantastisch. Ik denk dat het wel een wijk is waar ik zou willen wonen in New York. Denk je ook niet? Het is ook lekker rustig. Oh ja, zeker. Je komt hier ook langs met de marathon. Ook heel belangrijk. Pip, cadeautje voor jou. Wow. Kijk eens, die voor Pippa? Ja, die is voor Pippa. En die is voor... Pipi. Nee, die is voor je broertje. Ik had thuis al een hele grote bestelling geplaatst bij Oshkosh. En die hebben we net even opgehaald. Dat scheelt namelijk nog al wat aan verzendkosten en btw die betaald moet worden. En in de winkel hebben ze niet alles vaak op voorraad. Dus het is wel handig als je dat dan gewoon een week van tevoren bestelt. Vonden wij, vind ik. Ja. Waren die ook allemaal in de aanbieding? Ja. Deze waren 50% deze broeken. En deze waren 30%. Ze zijn allemaal dezelfde. Ze lijken wel. En ik heb voor mezelf bij Glassy een toilettas gekocht. Die had ik echt totaal niet nodig, maar ik kon het niet laten. Ik kon het niet laten. Er zitten blauwe bessen in, Pip. Is heel gezond. Wil je nou nog een hapje? Nee, ik hoef niet. Deze broek hebben we ook nog gekocht. Die heb ik net nog eventjes gekocht bij Oshkosh. Ik ben wel heel benieuwd of ze hem past. Hij is voor 24 maanden en echt voor haar lengte. Alleen hij ziet er wel wat groot uit. En niet heel erg veel elastiek in. Ik kan mijn muts niet meer afdoen, want mijn haar gaat dan echt helemaal alle kanten op. Maar het is hier binnen 24 graden. Iedere keer zet de housekeeping weer de verwarming aan. Papa is lekker aan het hardlopen. Wij zijn lekker aan het chillen, hè, Pip? Wij zijn aan het chillen, hè? Ik ben aan het bedenken wat we straks kunnen gaan eten. Ik heb heel erg veel zin in pizza slices van Artichoke. Maar ik heb ook buikpijn al 24 uur. En
was heel blij dat ik dit bij me had voor Pip eigenlijk in eerste instantie. Maar het is ook gewoon voor volwassenen. Het schijnt dat je hierdoor meer vocht vasthoudt, waardoor je minder vitamine, mineralen kwijtraakt. Whatever. Dus ik hoop dat ik me straks weer wat fitter ga voelen. En ik hoop ook dat de buikpijn een beetje snel weggaat, want het is best wel onhandig. We hebben burgers gehaald bij Shake Shack. Nee, ik heb burgers gehaald. Tuur is bij Pip gebleven, want die heeft ineens 40 graden koorts en ook diarree. Maar ik heb haar een zetpil gegeven en ze is nu alweer aardig vrolijk. En volgens mij had ik toch ook eten voor haar moeten halen. Maar ja, Shake Shack is natuurlijk sowieso niet handig als je ziek bent. Voor mij eigenlijk ook niet. Nee. Maar ja, living on the edge. Het is beter dan pizza, denk ik. Een kipburger. We halen voor Pips een zakje. Ja, wel meerdere zakjes. Ja. Het ziet er aardig op. Ja. Dit. Pippa, niet alweer. Yeah. Is het gelukt? Is het gelukt met je kaartje? Doe het kaartje maar ervoor. En nu naar beneden. Nu naar beneden. Welke is het naar beneden? Goedemorgen, het is 9 uur. We zijn vandaag iets later dan andere dagen, want we hadden een klein probleem met de badkamer. Die zat op slot van binnenuit. Even moeten wachten. 2 uur om precies te zijn. Maar we gaan nu op pad. Hé Pip? Het heeft gesneeuwd vannacht. Dit is dus waarom ik nooit zonder vuur naar New York zou kunnen met Pip. Dit gebeurt ongeveer 5 à 6 keer per dag. Deze hebben? Ja. Nee, nee, sorry, de B en de D. Er zit de E, die hebben we niet nodig. Dit is zo goed. Ik heb avocado toast en scrambled eggs en jij hebt... Hash browns, had ik vooral besteld, hash browns. Dat zijn mijn hash browns die op Tuur's bord liggen. Nee, ik had van tevoren bedacht, als ze ooit bij andere wereld liggen, dan mag jij ze. Als ze bij mij liggen, dan mag ik ze. Dit wil ik zo graag. Maar ik moet hier nog 5 maanden op wachten. Ik eet het voor jou. Ik eet het voor de baby. Voor George. En voor de vorm zit ik ook aan de kamille thee en heb ik geen koffie besteld, want mijn buik is nog steeds echt een issue, maar goed. Ik kon dit gewoon echt niet laten. Oh, wat lekker Pippa! Het is allemaal van jou! Ja? Zal mama je slapje opdoen? Kijk eens! Want je hebt nieuwe broek aan, hè? Wakker. We hebben haar een klein beetje toch denk ik wakker gemaakt. Ik dacht dat ze wakker werd, maar... Zit lekker? Ik heb koude handen, Pippi. Ik hou de handen. Oh wow, een schoon bedje. Oh wow, Pippi. Oh, lekker schoon bedje. Lekker schoon bedje. Ga je het weer vies maken vanavond? Met je ketchuphandjes. Oh, ga je staan? Hiepe de piep. Hoera. Hiep bij de piep. Ga je wel eens kunnen rijden? Oh, heel voorzichtig. Oh. Kijk, hier wil water. Kijk eens, Pip. Dan springt hij in één keer in die kinderwagen omdat hij zo'n honger heeft. Ja. Dus het lijkt me wel een beetje eng.
Oh, hij is aan de overkant. Waar is je vriendje? Bij die andere zit nog in de boom daar. I think I'm gonna call back. Even kijken eens wat we hier hebben. Wauw. Is dat goed? Ja. Ja, we gaan het verdelen. Ja. Ja, we gaan eventjes jouw... Handen wassen. Handen wassen. Kom, we gaan een handje vast. Onze onder... We hebben pizza's gehaald bij Artichoke. Ze zijn helaas nu alleen koud. Wacht, ik ga... Dat is wel echt heel jammer. We hebben 20 straten gelopen. En we hebben ons best gedaan om heel hard te lopen, maar... Ja, dat is niet helaas. Oh, dit is ook niet goed. Oh nee. Zo moet je hieronder zitten, denk ik. Zo. Oh, ja, je krijgt een slap zo op je benen. Zo, nu blijf je lekker schoon. Zo. Succes. Wil je dit? Ja, pizza zo. Voor Pippa. Wie ben jij? Pippi. Is het lekker? Ben je lekker aan het genieten? Je houdt het bed wel schoon, toch? Wie ben jij? Ben jij mama? Mama. Mama. Met haar lievelingspizza. Oh, lekker. Ik ga ook snel eten. Eet smakelijk. Goed zo, Pippi. Ja. Kom maar. Loop maar. We gaan ook. Morning. Laatste dag in New York. De zon schijnt. De zon schijnt. Laten we naar de metro gaan, Pip. Oh, jij moet nog in de wagen. Oh, dit weer. Dit hebben we na gisteren wel verdiend, denk ik, hier. Zo, dat is echt lekker dit, hè? Verdiend. Oh. Het zonnetje, het is één daar. Zo de zon warm. Is warm. Echt lekker, hè? De enige die het niet lekker vindt is Pip. Die houdt echt niet van de zon in haar gezicht. We zitten bij Little Ruby's Café op Mulberry Street. We zijn daar wel nooit eerder geweest. Maar het ziet er heel goed uit. Ik heb een avocado toast met scrambled eggs. En Tuur heeft een bol met avocado en prosciutto en sourdough bread en poached eggs. En yummy, yummy, yummy. En Pip slaapt. Ontbijt was echt super lekker. Hoe heet je die ook weer? Ruby NYC Café op Mulberry Street. Aanrader. En we zijn nu lekker aan het wandelen langs de, volgens mij is het de Hudson, de West Side Highway. West Side. Ja, dat is sowieso de West Side. En gaan we onderweg zijn we naar Little Island. Oh, ik zie het al. Ja? Ik ga Pip even een beetje spelen. Toch? Want Pip is ook weer wakker. Ja. Yippie! Pippa is wakker! Toch een handje. Jij ook een beetje geluid maken natuurlijk. Ja, we gaan niet Pip ook. Ah, Pippi. Dat Pippa's. Harder. Zo. Harder, je hebt niet genoeg gewicht, Pip. Je moet meer chocola eten. Jij moet meer chocola eten. Mama!
Nu Pippa. Springen wij. Wauw. Is het lekker? Pippi toch, maar wacht mama ook nog een hapje, want je hebt echt alleen maar hapjes achter elkaar voor jezelf. Mag mama deze nu? Mag mama dit hapje? Mm. Ja, oké. Okay. Mag mama heel even zitten? Wacht even, Pip. Ja. Zit je lekker? Piepe de piep, hoera! Piepe de piep, hoera! Piepe de piep, hoera! Je krijgt een broertje, hè? Je krijgt een broertje! Waar is de baby? Waar is de baby? Mama! Heeft mama de baby? Ga eens naar de baby. Krijgt de baby een kusje? Pippa, krijgt de baby een kusje? Ga je de baby een kusje brengen? Krijgt de baby een kusje? Salade gehaald bij Sweet Green. Dit is de crispy rice salad. Het ziet er echt goed uit. Op camera in ieder geval. Je hebt lekker gesmaakt. Dat gaan we nu proberen. Zuur lasagne van de Whole Foods. Daar zitten we nu ook. Pippa die wil alleen maar daar. Ik heb een korf gelopen vorige keer. Hè? Echt? Mm. Die wel hoor. Hier kan je het wel. Hier wil je het? Wil je een hapje? Oké. We gaan naar het vliegveld. We gaan naar het vliegveld. Dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar ja, het is wel een mooie fijne toet, hè? Toet, toet. Toet, toet. Pippa, kijk daar. Kijk eens, zie je dat? Pippa, wow. Jee, we zijn op de luchthaven. En Pippi heeft de eigen koffer. Dat is handig, pap. Is die van Pippi?